Welkom dames en heren, welkom bij Tsunami TV. Ik ben Ryan Haripersand. Vandaag is het Hemelvaartsdag en we zijn aanwezig hier in het World Forum Theater bij het concert van de legendarische Asha Bhosle. Ja dames en heren, u hoort het goed, Asha Bhosle. Zij gaat samen optreden met het legendarische Metropoolorkest van Nederland. Wat we hier gaan verwachten vandaag is natuurlijk ook dat onze eigen Hindoestaanse, Surinaamse lokale artiesten hier gaan optreden samen met het Metropoolorkest. Het Metropoolorkest gaat, wat ik heb gehoord, is dat ze ook de Baitagana's en onze Chautaals, al die dingen gaan naspelen. En onze eigen lokale artiesten hier op de muziek van het Metropoolorkest gaan zingen. Dames en heren, we zijn hier voor een bijzondere gebeurtenis, voor de aftrap van viering van 140 jaar Hindoestaanse migratie. Ieder van ons heeft een stukje van die geschiedenis die we bij ons dragen en die we bij ons hebben en waar we trots op zijn. En waar we trots op moeten zijn. De mensen in het medische veld hier van ons, de huisartsen, de specialisten, de cardiologen, de cardiochirurgen, iedereen van ons. En ik wil niet vergeten onze mensen in het onderwijs die op het hoogste niveau werken. Professor Kanhai, professor Hirasing, professor Gauricharan en professor Chuni die nu zeg maar werken aan het vastleggen van onze geschiedenis. Maar er is nog meer om trots op te zijn. En dat is onze muziek. Onze Baitagana muziek. En we zijn er ontzettend trots op dat we dit prachtige, populaire, wereldvermaarde metropoolorkest bereid hebben gevonden om ons bij die reis te begeleiden. Asa dharaye piya humko raat se sapna ek asa dharaye
plena bodre more posli chireya to ko andiye jaye mena bodre पसली चिरैया तो कौआ लिए जाए मैं ना बोल रे करिए तो जवनिया तो होइगे पुरान अब तू का करिए तू का करिए तू का करिए तो जवनिया तो होइगे पुरान अब तू का करिए खिड़किया में झाके पड़ोसिया तोहके निहारे ना झारत अंगनवा ना तो खिड़किया में झाके पड़ोसिया तोहके निहारे ना झारत अंगनवा तो लहंगवा के खट गैल दाम अब तू का करिए तो लहंगवा के खट गैल दाम अब तू का करिए तो जवनिया तो होइगे पुरा मर जाइए धोबिया मर जाइए चदरा हो गए पुरान ढोवाए डारो धोबिया मर जाइए चदरा हो गए पुरान ढोवाए डारो धोबिया मर जाइए मोरे अंगने में निविया के तड़वा गा मोरे अंगने में निविया के तड़वा घर छैया बिठाए पिया हमको रात के सपना के घर छैया बिठाए पिया हमको रात के सपना रात के सपना रतिया सपना रात के सपना रतिया सपना रात के सपना बिठाए पिया हमको रात के सपना रात के सपना बिठाए पिया हमको रात के सपना सपना दिखाए पिया हमको आपके सपना दिखाए पिया हमको आपके सपना Dames en heren, ik sta natuurlijk hier naast mijn goede vriend Prem Radakishun. Hiya, Ryan, kan je zeggen. Mooi, mooi, man. Prem, wat vond je van de eerste helft van de show? Nou, wat ik leuk vind, kijk, Baita Ghana, dat is folkmuziek. Dat is muziek gemaakt zonder elektrische instrumenten. Een ijzeren staaf, een hentaal, een trommelend hol. En een harmonium, dat is een door wind aangedreven, zeg maar, orgel of piano, kan je zeggen. En dat was mechanische muziek die de voorouders van ons hadden op het platteland. En dan hoor je nu, als het Metropool het speelt, dat het prachtige muziek is. Dat het harmonieus is, dat de melodie goed is. Dus je ziet de herkenning. Ik heb één probleem, ik vind Raj Mohan fantastisch zeggen, maar ik heb een probleem met die denkwijze, toch? Dus mijn Adja, Adji, Nana en Parnana waren geen losers. Nee. Dus dat zielige Hamchorke, deze,
waren fucking mensen die op weg waren naar een beter leven. Net zoals jij naar Nederland bent gekomen, zijn toch niet zielig dat je uit Suriname weggaat. Dus ik vind altijd in die 140 jaar, hou op met die zieligheid. Yes. Ik bedoel, mijn voorouders waren entrepreneurs, waren avonturiers. Die stapten op een apenbootje om duizenden kilometers verder een leven te gaan opbouwen. En ze gingen niet weg omdat ze het zo goed hadden. Ze gingen weg. Ryan, kom je erbij. Ze gingen weg omdat ze het slecht hadden. Dus ze zijn weggegaan. Ze hebben het beter gemaakt. Vandaag sta jij en ik hier. Jij in een prachtige kleding. We hebben genoeg eten. We kunnen kaartjes van 55 euro kopen. We kunnen een leuke auto rijden. Omdat we het bloed hebben van onze voorouders. Het zijn entrepreneurs. Het zijn uitdagers. Het zijn dingen. Oké, dan gaan we natuurlijk naar de tweede helft, Asja Bosna. Ja, top. Ja, we hebben elkaar al een paar keer bij Asja gezien. Dus iedere show van Asja in Nederland kwam. Ik weet nog in de Doelen hier, toen waren er minder mensen. Maar Asja, iedere show van Asja. Ik ben zo blij. Toen ik opgroeide in Suriname heb ik Letta gezien. Ik had nooit gedacht dat ik Asja Bosna, sinds 1986 of 70 heb ik er voor het eerst gezien hier in Den Haag met Rahul de Burman. En iedere keer ben ik blij dat ik, ik bedoel, mijn favoriet is Kishore Kumar en Asja Bosna. Zei voor mij, ik ben geen fan, ik ben een buck. Dus iedere keer dat ik naar een show van Asja mag, al wordt ze 80. Het feit dat ze 3 jaar geleden de Heineken muziek haalt. Toen begonnen we te schrijven om Sona Songs, a cappella Sona. Dus je weet dat ze een geweldige zangeres is. Het is een kort, fantastisch vrouwtje. En het leuke van Asja Bosna is ook dat ze alle normen en waarden die anderen hadden doorbroken had. Ik bedoel, gescheiden, met openaire verhouding, met de jongere Rahul de Burman. My type of girl. Dus ja, misschien dat ik daarom... En Letta, de heilige oude vrijster. Nee, ik ben meer Asja dan Letta. Prim, dankjewel voor deze interview, jongen. Zeker. Thanks. Okay. Thank you. Hum to har desh se yahan aaye rally. Tohar waste garam garam hawa. Bombay ka garam garam hawa le aayi. Aapne 150 saal pehle 140 saal pehle India ko chhodne ke bawajood मैं देख रही हूँ सब इंडियन कपड़े साड़ी इसलिए बहुत खुशी होती है और आप लोगों के आने का बार बार दिल करता है लेकिन आप लोग बुलाते नहीं जल्दी जल्दी Dus ze heeft het werkelijk fantastisch gedaan, dames en heren. Ik wil, voordat ik haar het laatste nummer laat zingen, wil ik Mahendra Gurcharan, Rajinder Kargi en Henk Schepers ontzettend bedanken. Dit is een start. Ja, een geweldig applaus voor ze. Stichting Diaspora Leerstoel heeft dit voor elkaar gekregen hier in onze stad. De hoofdstad van de Nederlandse Hindoestanen. Hier in Nederland, maar denk ik ook in Suriname. Vandaag met een geweldige artieste waarmee wij ooit geboren zijn geworden, wakker zijn geworden, getrouwd zijn geworden, liefde hebben bedreven met haar liedjes. Ik weet ook niet allemaal wat we gedaan hebben. En ze is hier, 80 jaar en wat een energie. Dames en heren, Asja Bosna.
Dames en heren, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat u heeft genoten van deze mooie uitzending. Ik heel erg, want ik heb zelf tranen van me in mijn ogen gekregen. Hoe het Metropool Orkest samen met onze lokale Surinaamse artiesten hebben opgetreden. Zelfs twee Natchanias erbij. Geweldig. Cultuur kwam weer tot leven. Onze eigen tsunami-cultuur. Dus wees trots op uw cultuur, wees trots op het tsunami zijn. En natuurlijk ook onze eigen Asha Bosley, geweldige zangeres. 80 jaar, wie doet haar na? Niemand, geloof ik. Dus ik hoop dat u heeft genoten van deze mooie uitzending, unieke uitzending. Alleen bij Tsunami TV natuurlijk. Dit was het dan voor vandaag. Ryan Hardenbesat, tot de volgende keer.